Gisteren, heel lang leven de liefde. Britt en Mark beginnen hun date met de nodige kriebels. Ik ben een beetje nerveus nu. Ja, ik ook. Maar die zenuwen lijken toch verdacht veel op vlinders. Laat ik je hart sneller kloppen. Jawel. Leuk om te horen, Mark. En nou, wat ga je hart sneller kloppen van mij? Jazeker. Erik verrast Felicia met een bijzondere kennismakingslook. Een van mijn hobby's is duiken. Oké. Ik heb voor jou een wetsuit mee. Oh, dus straks na de drankjes ook met jou het zwembad in. Oh echt? Oh, als je het aandurft. Oh joh. Maar we gaan nog niet gelijk, toch? Zeker weten van wel. Erik wil zo snel mogelijk de diepte in. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied, de mooiste verhalen? Lang leven de liefde is vrij. Felicia vond dat duiken een tikkeltje spannend, maar eigenlijk ook best tof. Dus wie weet heeft Erik nog wel meer leuke uitdagingen die hij met haar kan delen. Een leuke hobby waar jij geen masker bij op hoeft of zo. Ik ben wel eens in een parenclub geweest. Oh echt? Ja. Vond je dat? Nee. Ja, super vet. Vond je dat vet? Ja. En met wie was je dan? Met een vriendin? Van je? Ja, met een vriendin. Ja, en nog andere, twee andere mensen. Het waren met vier mensen. Maar heb je daar dan ook seks gehad? Ja. Oh echt? Ja, ja, ja. In het ja, maar dat... van alle. Ja. Oh echt? Ja, ja. Maar ik vond het... Vond je dat leuk? Ja, ik vond het leuk. Alleen het enige is natuurlijk, het was natuurlijk gewoon een vriendin. We waren gelegenheidskoppel. Ja. Ik kende haar verder ook nog niet heel erg. En dus dat maakt anders, hè, van, zou je je vriendin willen delen met andere mannen? Maar ik vond de experience van die paarclub was wel Maar zou je dat dan willen met, als je met je vrouw of met je vriendin? Ja, ik zou er wel voor openstaan, denk ik, om het te proberen hoe het is als het je eigen vriendin is. Ja, maar waarom dan? Het is een heel spannend wereldje, vond ik het. Of dat vind ik nog steeds. Je hebt verschillende kamers, je hebt thema's, weet je wel, een beetje zomerse thema's. En rustige darkroom heb je, dat soort dingen. Als je er voor open staat, is wel echt een... Ja, ik vond het een hele vette ervaring. Maar nee, dit is echt niet mijn ding. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, dat is echt, dat zou ik ook nooit willen. Dat ambieer ik niet. Ik hoef geen andere mensen te zien seksen. Nee. Ik hoef niet naar zo'n club. Het is gewoon heel mijn ding niet. En ook niet dat mensen kijken, dat zou ik nooit willen. Nee, dit is echt niet mijn ding. Ik zie lichte teleurstelling, Erik. Wat niet is, kan nog komen, hè? Britt wil het ook even hebben over het samen slapen. Maar dan meer de letterlijke variant. Want de keuze tussen bed of bank is nog niet gemaakt. Hey, misschien is het vroeg om op te beginnen. Maar wat vind jij met slapen? Ja... Altijd een beetje nog een makkelijk moment of zo. Ja, mij maakt het niet uit. Het is wat jij wil. Weet je hoe lang niemand naast mij heeft geslapen? Maar deze vraag wil ik gewoon voorkomen eigenlijk. Weet je wat te doen? Ik ga in de tuin leggen, ja? Auw, nee, zo erg is dat ook weer niet. Ik vind het ook gezellig als je bij mij komt liggen. Tenzij je heel erg snurkt. Maar dat ondervind ik wel. Weet je, ik zal er toch ooit aan moeten gaan wennen. Als het misschien wat hoort. Je kan natuurlijk niet voor altijd op de bank slapen, omdat ik niet tegen te snurken. Goed, die parenclub kwam een tikkeltje te vroeg boven tafel. Dat beseft Erik op zich ook wel. Hij moet eerst maar eens zorgen dat Felicia zich alleen met hem wil vermaken. In eerste instantie binnenkomt qua verschijning, vind ik gewoon echt een mooie vrouw. Oh, dankjewel. Ja, voel je zeker aangetrokken door jou. Je haar, vind je ook... maar die tinten vind ik gewoon mooi. Maar qua figuur vind je ook gewoon een mooi meisje. En ik vind gewoon qua innerlijk, en dat vind ik ook heel belangrijk. Dus voor mij is het plaatje eigenlijk compleet. En wat denk jij andersom? Bijvoorbeeld kaal haar? Nou, je bent super positief en leuk, dus dat is ook al gewoon... weet je wel? Nee, dat vind ik echt. Felicia draait er een beetje omheen, terwijl het bij Britt en Mark toch wel echt van twee kanten raak lijkt te zijn. En Mark gaat voor de bonuspunten, want als professionele kok kan hij Britt ook op culinair niveau laten genieten. Lekker hoor, zo'n mals ossehaasje. Moet je de kleinste of de... je mag de grootste. Nou. Ik hoop dat het lekker is. Smakelijke voortzetting. Ik hoop het. Kijk of die rood is. Hij ziet er echt heerlijk uit. Smakelijk. Oh, hij is perfect, joh. Ik heb het goed gedaan voor Kijk hoe mooi, joh. Deze is zo lekker. Oh, mijn god. Ik heb goed mijn best gedaan. Gewoon lekker als we van een restaurant eten, joh. Erik gaat ook een poging wagen. Het is niet zijn dagelijks werk, maar heel eerlijk, sinds die parenclub en zijn eenzijdige complimentenregen. Kan hij wel een kleine overwinning gebruiken? Dan komt er toch nog een beetje in de buurt bij een romantische date. Nou, dat is voor, ja, zeker. We zijn nog steeds op date natuurlijk. Ja, nou zeker. Nou, eet smakelijk dan. Eet smakelijk. Ja, leuk. En cheers, ja. Cheers, ching ching. Ching ching. Benieuwd.
Je bent echt leuk. Werd je het verwacht? Nee. Uitgehoopt. Ja, dat wel, tuurlijk. Kijk, als jij dan zegt, oké, wel of niet verlengen, hè? Of niet. Ik wil dat je het op de juiste gronden doet. Maar als je zegt, nou, Erik, ik vond je te druk of zo. Dan denk ik, nou, oké, kan ik me inkomen? Jammer, maar oké, snap ik. Maar niet dat jij zegt, Erik, ik vond jou te rustig. Je zegt niks, terwijl ik denk, nou, geen van mijn vrienden zal mij ooit als te rustig doen. Maar het moet wel een vonkje zijn. Dat is waar, ja, ja. Denk je dat het er is bij jou of niet? Ik kan het nog niet echt zeggen of zo. Ik zou zeker jou beter leren willen kennen. Ja. Dus in ieder geval, die vonk is er sowieso bij mij wel. Ja. Dus in die zin, ik heb wel dat het idee van, nou ja, ik ben getriggerd om jou beter te leren kennen. Ja. Dus voor mij is het wel, dan zou ik zeggen, ja, dat is een vonk. Ja. Maar zou je zeggen, oké, kijk jij nu ook naar mij als van, hey, zou dat een vader voor mijn kind kunnen zijn? Ik heb nog niet echt over dat kinderen ding nagedacht. Ja. En jij dan? Ik vind wel, ja, ik heb wel iets van, dat je zegt, nou ja, ja. Ga lekker zitten. Gaan we naar buiten? Ik heb buiten helemaal niks gemaakt voor je. Ah, wat schattig. Ah, oh, wat dramatisch. Allemaal kaarsjes. Wat een sfeertje heb je gemaakt, lief hoor. Ja, leuk hè. Ik zorg wel voor je. Echt wel? Maak je geen zorgen. Wil je ook een kleedje? Ah, oh, zo, ik zit lekker. Ik ook. Doe je het nou in één keer zo op? Krijg je niks te eten thuis? Nee. Wil je een glaasje wijn? Ja, lekker. Proost. Proost. Heb ik een gezellige avond? Nog steeds. Ik vond echt een leuke dag vandaag. Ik heb me geen moment verveeld. Lekker genieten zo. Ik wel. In de regen. Kan ik me volhouden zo met jou? Dat sowieso. Vind je het leuk? Ja, lekker met het vuurtje kijken. Romantisch. Ik zou zeggen, samen slapen, ja. Ik vind het gezellig. Ja, dan vind ik het fijner om... alleen te slapen. Ja, ja. Dus wel een momentje rust voor jezelf, ja, zeg maar. Eigenlijk. Oké, okay, nou dan... Top, wel trusten. Ja, wel trusten. Ja. Was gezellig. Lekker, ja. Ik heb genoten van je vandaag. Dan even nu een momentje voor jezelf. Ja. En morgen gaan we volle bak erin. Ja, toch? Oké, okay, hey, slaap lekker, hè? Ja, jij ook. Doei, doei. Slaap hoi. Lekker. Ik zou je wel beter in leren kennen. Ik vind het lief dat je dat zegt. Ik ben hartstikke knap. Ik vind het ook hartstikke leuk uit. Ja, dat is een lief van je. Ja. Wel trusten. Trusten. Dit is geen date, maar een soort 5-sterren hotelovernachting, joh. Brit wordt door Mark helemaal in de watten gelegd. Staat hij gewoon even een luxe ontbijt door elkaar te draaien voor zijn meisje. Dit is wel goud, hoor. Ja. Wat gezellig. Oh, croissantje. Nou, je bent echt een man naar mijn hart. Appeltje, fruit, suderans. Proost. Wat een gezellige, geslaagde dag gisteren. Hartstikke leuk en aardig, maar Erik heeft voor zichzelf besloten dat een lekkere ochtendknuffel of kus toch wel het minste is wat hij binnen 24 uur kan scoren. Je moet gewoon een doel zetten en ervoor gaan. Felicia. Goedemorgen. Hoe is die? Ja, goed hoor. Ja, goedemorgen. Erik raakt op de een of andere manier steeds de verkeerde snaar bij Felicia. Maar er is nog tijd. En een flinke pot met vragen. Dit kan echt nog wel goed komen, hoor. Er staat geef je date een kus op zijn mond. Dat ga ik niet doen. Ken je niet? Ja, dat is gewoon eventjes gek of zo. Stel, hè? Stel dat flink wordt. Zou je dan samen willen slapen of ook nog niet? Ik vind dat ook nog best wel iets intiems en... Ja, maar wat is zeg maar voor jou bepalend
Omdat iemand in je bed mag liggen? Het is een beetje een gevoelskwestie. En ik vind dat echt heel intiem, want je wordt dan wakker. Je ziet elkaar gelijk. Ja. Dat is toch... Soms al... Next... het is wel een beetje next level. Dus dat is gewoon intens is wel. Dus... Komt het door mij, denk je? Of is het dat ik bepaalde punten niet jou aanspreek? Voor dat je op je gemak voelt het niet. Bij mij of juist niet? Ja. Dus, okay. Ben jij? Cool, ja. Overtref ik de laatste date die je hebt gehad? Kijk, alle dates zijn weer anders. Ja. En de een bedoelt het ook heel goed, dus overtref je het. Ja, in welke zin? Mark lijkt een beetje overdonderd door het succes van deze date. Dit voelt als verliefd zijn, en dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar het maakt hem ook onzeker. Wat denk je van mij qua persoon? Qua gevoel, weet je, qua weet ik niet. Je bent echt een prettig schatje. Je bent echt lief en... zorgzaam. Wel wat ik zoek in een man, hè? Hey, ik wil echt niet de proces uithouden. Wil je verliefd worden op mij? Ja. Ik denk het wel. Je denkt het, ja. Ik denk het. Ik heb tijd nodig. Weet je, verliefd is zo'n groot woord, maar tot nu toe vind ik je heel erg leuk. Dus je wilt me vaker zien? Zeker, zeker. Wat vind je van mij? Ja, ga ik je niet zeggen. Nou, is het zo erg? Nee, ik vind gewoon... eigenlijk zie ik mezelf een beetje in jou. Ook gewoon enthousiast en dit. Dat is eigenlijk wel wat ik wil in een vrouw. Netjes, verzorgd. Gewoon Frans. Iemand die lief is. Iemand die trots op je kan zijn. Juist. Weet je, je moet naar elkaar lopen en denken... kijk, dit is mijn meisje of dit is mijn... Ik denk dat je heel veel liefde kan geven. We kunnen zo goed praten, we hebben zo leuk met elkaar. En je bent lekker vlot en je praat lekker, dat vind ik heel leuk. Dat is echt wel wat ik zocht in een man. Iemand die lekker spontaan is. Heb ik geluk. Dankjewel, meneer van Boven. Meneer van Boven. Het is jullie gegund hoor, die oprechte liefde vinden in dit appartement. Co en Harry weten precies hoe dat voelt. 4 maanden geleden was het tussen deze twee ras-Amsterdammers al vrij snel raak. Ik had al gauwvinders. Ja. Ik had eerst in het huis met jou even kriebels in mijn buikje. Toen kreeg ik al vlinders. Dus begon bij jou nog niet eens te kriebelen, geloof ik. Want ik zag je krabben, maar toen zei je, nee, dit is leuk. Nou ja, ik mag je graag. Je bent lief, je bent aardig. Zeg het nou eens. Nee, ik zeg het niet. Waarom niet? Nou, omdat ik het niet zeg. Ik hou van je. Dat is niet zeggen. Je hebt het wel eens tegen me gezegd, door stiekem worden gaat er niet. Nee, maar het gaat hartstikke goed. Nee, dat doe je goed. En ik hoop zo dat het blijft. Echt. Okay. Alleen, we gaan niet samenwonen. Nee, maar dat hoef ik niet. En het gaat hartstikke goed dat zo. Hoeft ook niet. Ieder zijn eigen hokje lekker houden. Misschien gaat het juist beter zo dan dat je gaat samenwonen. Als je een beetje liefde hebt, dan doen we het op onze eigen manier. Ja. Heb je even geen tijd voor liefde, laat je lekker thuis zitten. Kijk, weet je. Samen met die liefde. Kijk eens. Waar zijn verliefd? Ja, dat is. Ja. Maar je weet dat ik nog tegen je gezegd heb van... ik ben niet zo dansen. Kun je dat herinneren? Ja. Maar jij bent heel liefhebber van dansen, hè? Nou, ik heb dan toch zeker wel een verrassing voor je. Ja? Ja, wel. Ga je een dansje met me? Ja. Ach, kijk nou. Ik ben niet zo'n danser, maar ja, wel. Dus dit heb ik voor je geregeld. Oh, dat... Dat vind je prachtig, hè? Je hebt me helemaal verrest. Zo romantisch had ik je niet verwacht. Kijk, en dat is nou lang levend liefde. Want door lang levend liefde hebben wij het zetje gekregen. En ik raad ook iedereen, geef je op. Al ben je nog zo jong of net zo oud als ons. Het werkt. Dat is zeker. Kijk, er is geen spel tussen te krijgen. Dat wil Erik ook helemaal niet.
Hij wil wel alles uit deze 24 uur halen om Felicia te veroveren en heeft op het laatste moment nog snel een fles bubbels, wat vragen en een balletje in de strijd gegooid. Ik vind de kwaliteiten van mijn partner in bed heel belangrijk. Mm-hmm. Eens of oneens? Eens. Ja, het klinkt heel stom, maar als je zeg maar niet je behoefte bevredigd krijgt, dan word je wel kan je veel sneller in verleiding gebracht worden door als iets anders op je pad komt. Dat is zeg maar een beetje, ja, als je met honger... Snap je, als je zeg maar met honger van huis gaat... heb je sneller de kans dat je naar de snackbar buiten gaat. Oké. Okay. Nou, nu ben jij weer. Ja. Nou, okay. Eigenlijk zo vreugdedans. Trouwens, dit is mijn dance move, hè. Oh, echt? Ja, dan sta ik zo in de kroeg of op Sensation. En wanneer doe je dat dan als je een... Als gewoon een muziek-eventje staan, je hebt een beetje een drankje op... en je bent een beetje een lollige bui. Dan zeg ik, doe even mijn dance move, jongens. En dan staat iedereen eromheen. Hé, hey, Erik, weet je wel. Of ik ga gewoon zo... Ja. Vind je mij verzorgd? Ja, je bent verzorgd, ja. Verzorgd, maar ik vind ook gewoon soms sexy. Ja, dingen kunnen... Het is ook per man verschillend wat sexy kan zijn. Dus een blik, een lach. Yes. Ik voel me op mijn mooist wanneer ik net klaar ben met sporten in de sportschool. Oké, dan ga je helemaal flexen. Voor ja, maar dan zijn ze een beetje gepompt. Ik zie mijn aderen mooi lopen en zo. Je krijgt ook endorfine of zo, weet ik wat. Endorfine? Maar ja, dat is wel wanneer ik me het op mooist voel, ja. Naar de gym. Terwijl de afstand tussen Erik en Felicia per balletje groter lijkt te worden, voelt het 24-uursgesprek van Mark en Britt bijna als een formaliteitje. En toch maakt dat de spanning er alleen maar groter op. Ik word alleen maar zenuwachtig van jou. Terwijl ik uiteindelijk al heel de tijd opnieuw ben, hè? Maar we gaan het gesprek beginnen. Kom maar. Ik vind je echt ontzettend lief. Mm-hmm. Zorgzaam en spontaan. En dat is echt wat ik zoek in een man. Je bent gewoon een schatje. Ja, ik word gewoon blij als ik aan je denk. En ik wil zeker verlengen. Mm-hmm. Ik kon eruit halen wat erin zit. En ik denk dat er nog veel meer in zit dan wat er... Nog uit is gekomen. Nou, wat er nu is uitgekomen, ja. Hoe zie jij het? Nee, kijk, ik vind je bent hartstikke leuk, spontaan. Je bent eigenlijk hetzelfde als mij. Dat is ook wat ik zoek in een vrouw. Mm-hmm. Ik wil sowieso verlengen, dat zal ik je al vertellen. Ah, dat vind ik hartstikke leuk. Want weet je, die 24 uur, weet je, smaak wel naar meer ook. Ik vind je aantrekkelijk, ik wil je aanraken, weet je wel. En toen we elkaar een zoom gaf, weet je wel, voelde ik toch wel spanning komen. Ja, ja, wat nog meer. Ik ben er gelukkig van. Ja. Ik vind het hartstikke leuk dat dat we het allebei een kans geven. Het zal me niks verbazen als we morgen weer verlengen. Dat zal me niks verbazen. Ja, we zien die match en we weten waarom we zijn gematcht. En ik zie het, we zien het allebei ook. Ja. Kom weer. Oh, jij ruikt nog steeds hartstikke lekker. Mm, dankjewel. Nou, ik vind het leuk. Ja, dan is nu de grote vraag, wat vindt Felicia? Want Erik heeft het loopje van een man die weet wat hij wil. En zich niet kan voorstellen dat hij dat niet gaat krijgen. Nou, hoe heb jij de 24 uur ervaren? Ik vond het superleuk. Ik vind jou een mooie vrouw. Ja. Ook heel aantrekkelijk. De afgelopen 24 uur ook geen lastige momentjes gehad. Nee. Dus in die zin zou mijn keuze zijn om te verlengen. Ja. Alleen, ik had wel... Wat ik gemerkt heb in de afgelopen 24 uur... is dat ik een stukje intimiteit mis. Ja. Bij omhelzingen voel ik een bepaalde afstand. Ja. Ja, of dat door mij komt, hè? Hè, we hebben het er een beetje over gehad. Dus als we dan zouden verlengen, zou ik zeggen van... hé, kunnen we daar naar kijken? Hè? Ik moest apart slapen. Ja. Maar ja, dan kom je ook niet verder in die intimiteit. Dus dat zou voor mij wel een dingetje kunnen zijn als je zegt... nou, dat gaat niet veranderen in de komende 24 uur. Zou dat voor mij lastig zijn? Ja. Maar in principe wil ik dat dus... zou ik dat willen aankijken van de komende 24 uur... kunnen we daar aan werken? Ja, ja. Nou, ik heb ervoor gekozen om de 24 uur dan niet te verlengen... En ik denk dat het dan bij mij, dat er een paar punten waar het aan lag... waardoor ik dus heb gekozen om niet te verlengen, is... dat misschien toch dat stukje onervarenheid dan in de relaties. Ja. Jij gaf natuurlijk gisteren heel open aan van... joh, nou ja, je hebt van alles gedaan in je leven. Ja. Dat je dacht van, joh, in de toekomst zou ik misschien dat met een partner... zou ik daarvoor openstaan om dat te doen. Ja. Dus dan is dat voor mij dat ik denk van... ja, ik ben daar niet de juiste persoon voor... Ja. En dan een klein beetje de romantische klik. Dan denk ik toch die aantrekkingskracht dat het toch dat dan mist. Maar dan denk ik het gewoon niet voor mij. Ik ben er altijd blij mee als ik eerlijke antwoorden krijg. Ja, tuurlijk. Stop, dank je wel daarvoor. Nou, ik jij heb genoten ook. Van je van de afgelopen 24 uur. Nou, we gaan er even een huk, hoor, ja. Yes, thanks. Oh, en het allerbeste.
Oké, doei. Noem maar ouderwets, maar Felicia wil gewoon een man die haar niet wil delen. Ben jij dat? Geef je dan snel op voor een date. Erik gaat ook graag nog een keer op date. Duik jij graag met hem onder in een wereld vol avontuur? Meld je dan nu aan. Maar je moet tegen elkaar dansen of naast elkaar. Je moet zo snel mogelijk die dingen eruit doen. Wacht. Oké, 3, 2, 1. Zo, jij bent goed. Ik ben leeg. Nee, joh. Nee. Nu wel. Ik ben leeg. Ja. Goed gedaan. De 38-jarige Richard heeft geen lekker jaar achter de rug. Als horecaman was er niks te doen en zijn relatie liep maanden geleden na 3 jaar vast. Hartstikke balen allemaal. Maar ja, het leven gaat gewoon door, dus de liefde hopelijk ook. Ik mis echt een maatje eigenlijk gewoon van de samen dingen doen. Spontane gekke dingen doen, dat ze bijvoorbeeld in één keer in mijn nek springt of zo, weet je. Of dat je bijvoorbeeld net die slagroom in mijn neus duwt. Of iets, weet je, dat soort dingetjes gewoon. Iemand die naast je ligt, weet je, of iets dergelijks. Dat mis ik eigenlijk wel erg. Ik vind bij een vrouw vind ik ook blauwe ogen heel mooi. Daar draai ik mijn nek wel voor om. Als ik bijvoorbeeld verliefd ben, dan straal ik. En gewoon lief zijn, gewoon complimentjes geven. Dan ben ik trots. En de hele wereld mag het weten. De hele wereld kijkt niet mee, maar wel een behoorlijk deel van Nederland. Dus laten we ervoor gaan met Marielle. Zij is 39 en heeft ook de nodige horeca-ervaring. Maar relatietechnisch is het al 6,5 jaar stil. Gedate heb ik de afgelopen jaren heel weinig. Ja, waar komt dat door? Omdat eigenlijk ook een beetje klaar was met mannen die alleen maar achter me aan zitten vanwege mijn uiterlijk. Ik ben veel op reis geweest en ja, ik heb ook aan mezelf gewerkt en mezelf ontwikkeld. En daarom heb ik nu zoiets van, ja, ik ben nu alweer klaar om in een relatie te stappen. Ik begin nu toch ook wel weer te missen om iemand naast je te hebben waar je de liefde mee kan delen. De man die ik zoek is langer dan ik ben. Goed postuur, dus niet heel smal of heel dik. Gewoon mee atletisch, goede bouw. Een hele erg afknapper is of een van de bouwpakkers type. Een van de, ja, een stuk tuig, zo even te zeggen. Hi, welkom Hallo. Binnen. Morgen voldoet Richard wel aan Marielle's wensenlijst. Wat is je kwetsbare kant? Die heb ik niet zo erg, dat is het hem juist. Ja, maar het is toch raar? Dan ben je dus keihard. Ik heb nu niet dat ik het 1, 2, 3 zeg, nou, daar ben ik een gevoel voor. Ja, voor ik hoor, daar heb ik een gevoel voor. Maar dat is niet erg, maar constant dat rochelend ophalen van je neus. Ja, ja. En daar kun je wel wat aan doen. Tot morgen.